Hi, vandaag gaan wij jullie meenemen, Martijn en ik, hoe je van een verdedigende positie naar een aanvallende positie kan komen. Oké, manier 1 om van een verdedigende positie naar een aanvallende positie te komen is de lob. Optie 2, om de netpositie te gaan veroveren, is het spelen van een Chiquita, een lage bal op de voeten. Nummer 3, zie jij dat je tegenstander achterin blijft na bijvoorbeeld de service, dan ga jij proberen zo snel mogelijk naar voren te komen, want je tegenstanders benutten hun positie niet. Een van de meest voorkomende fouten met een lob spelen is dat je hem te kort speelt. Ik snap dat je graag naar het net wil, maar op het moment dat je lob niet diep genoeg is en jij gaat te vroeg, wordt hij gewoon om je oren gespeeld. Een van de meest voorkomende fouten bij de Chiquita is dat je hem te hoog gaat spelen. Op het moment dat die te hoog is, is het vaak comfortabel voor je tegenstander. Ik weet het, het is nog steeds voor mij ook super verleidelijk om snel naar dat net te gaan. Maar op het moment dat je bal niet genoeg daalt, moet je gewoon wachten. Is je Chiquita nou niet goed genoeg? Geen zorgen. Speel gewoon de volgende bal, zo probeer hem alsnog laag te krijgen en ga dan pas naar voren. Maar hou je rust. Wanneer ga je nou deze ballen spelen? Niet te snel. Als je aan het verdedigen bent, maak het comfortabel achterin voor jezelf. Wacht tot de juiste bal komt om die lob of die Chiquita te gaan spelen. Op het moment dat je dat hebt gedaan, is het de eerste taak om de netpositie te gaan veroveren. Pas dan ga je aan het net wat meer aanvallen. Je bent eigenlijk continu op zoek naar deze situaties. Die moet je dus eerst zien te creëren voordat je pas naar het net kan gaan natuurlijk. Dat doe je dus door de lob, door de Chiquita of als je tegenstander te lang achterin blijft bij de service, benut gelijk je kansen. Wat verwacht ik van mijn partner? Nou, persoonlijk vind ik het altijd heel fijn als ik weet dat mijn maatje mij kan vertellen waar mijn tegenstanders staan. Allebei voorin, blijven ze achterin. Staat rechts voor, staat links voor, maar in ieder geval een stukje communicatie, zodat jij eigenlijk alleen maar hoeft te focussen op het slaan van de bal en niet op het kijken naar waar je tegenstanders staan. Wat ik ook van mijn partner verwacht, is het moment dat ik een goede lob sla of een Chiquita, dat we samen naar het net bewegen, zodat we allebei in de aanval gaan.